Goedemorgen, ik ga jullie vandaag weer gezellig een dagje meenemen, een dagje vloggen en vandaag ben ik een dagje bij mijn ouders, of ik moet eigenlijk zeggen een hele week, want gisteren kwam ik terug uit Kroatië met Willemijn en Noah had een oppas nodig, dus die was hier gezellig bij haar opa en oma, een soort van. En ja, ik ben hier nu dus en het is nu 9:15 ochtends. Mijn moeder zei al van, slaap je altijd zo lang? Want die is dat gewoon ook niet meer gewend, denk ik, om een kind in huis te hebben hier. Maar ik ben ook nog een kind natuurlijk. Maar ja, weet je, in het weekend slaap ik wel echt uit. Dat kan ik gelukkig nog steeds. En meestal slaap ik al 10:30, 11 slaap ik echt wel uit. En wat wil ik nog meer zeggen? Ja, mijn moeder is nu heel lief de hond uitlaten. Want die dacht zeker dat Noah echt uitgelaten moest worden. En dat moet nou ook, maar als ik thuis ben, dan laat ik haar in het weekend pas ook om 10:30, 11 uit. En dat houdt ze ja, prima uit. Dus wat ga ik vandaag doen? Nou, ik ga mezelf in al maar 100 keer uitrekken. Omdat ik op ga staan. En dan ga ik even douchen. En de rest van de dag weet ik nog niet zo goed wat ik ga doen. Het is namelijk heel erg regenachtig. Misschien dat ik nog even wat ga werken. Of dat ik dat morgen doe. Ik kan misschien beter vandaag doen. Want vanavond ga ik met Renate uit eten bij Allure in Rotterdam. En heel misschien gaan we naar de blender om een drankje te doen daarna. Maar het schijnt dat het zomerfestival in Rotterdam begonnen is. En mijn vriend maakt zich altijd heel erg zorgen. Die zei meteen van, ja, maar zijn altijd wel schietpartijen en zo. En die heeft ooit lang geleden in Rotterdam beveiligd. Die zei van, die vindt dat helemaal niks. Ik zei, nou ja, ik zeg, kijk wel even wat ik doe, weet je wel. En ik zeg, ik trek daar nooit zo heel veel van aan. Ik snap dat hij zich zorgen maakt, maar goed. Hè? Als ik altijd zou luisteren naar Jorik, dan kom ik nooit ergens. Dus ik ga even douchen en even kijken wat de dag me brengt. Vroeger waren mijn zus en ik helemaal gek van Gigi D'Agostino. En ik heb dat teken nog met een viltstift op mijn muur zitten kalken. Want mijn moeder vond het echt doodeng dat ik dat zou verzieken. Want zij is goed te verven. Zij verfde altijd onze kamertjes zo strak en zo. Ik denk dat ze nu dat heeft gezegd dat het met viltstift mocht. Omdat het met verf waarschijnlijk nog moeilijker was geweest om te herstellen als ik het helemaal had verziekt. Kijk, mijn kamer ziet er zo uit trouwens. Ik hield een beetje van China. Zo'n waaier. En van die Chinese gordijntjes. En ik ga eens even kijken buiten. Wat het weer ons brengt. Sorry jongens, deze nieuwe vlogcamera. Je moet soms een beetje scherp stellen. Kijk. Dit is Mookhoek dus, waar mijn ouders wonen. En het, is, ja, het waait er. En ik ben benieuwd wanneer het gaat onweren vandaag. Het is verschrikkelijk. Het is 1:15. Ik ben nog steeds niet gedoucht. Ik heb alleen maar met mijn moeder beneden zitten kletsen. Zij gaat de boodschap doen. En ik ga nu even douchen. Vanavond als ik had eten gaan, trek ik mijn mooie kobaltblauwe jurk aan van de Vanilla. Daar ben ik echt heel blij mee. Ik woon er bijna in, zo wat. Ik vind hem zeg maar netjes, ook wel sportief. Dus ik zal hem even uithangen, nog even strijken straks. En ik zou eigenlijk ook wel graag in het zacht roze willen. Dat hadden ze ook. En die vind ik zo, ja, ik vind hem zo leuk. Maar voor nu, omdat het zulk slecht weer is. Ze hebben code rood afgegeven, geloof ik zelfs. Trek even mijn spijkerbroek aan. Ik moet Noah nog uitlaten. Deze is van de Hema trouwens, deze spijkerbroek. En ik moet toch eerlijk zeggen dat de Hema... Die heeft best wel leuke spijkerbroeken. En op zich niet voor heel veel geld. Ik wil nog eens investeren in echt, zeg maar, ja, hele mooie spijkerbroeken. Die ook echt perfect zitten. Want deze, hij zakt wel een beetje af. Maar verder voor nu vind ik het echt prima broek hoor. Mijn moeder gaat boodschappen doen. Dus daar. Het is me eindelijk gelukt om Noah dit trucje te leren. Ik weet niet of ze het doet. Even wachten. Kom eens. Ga zitten. Zit. Op. Nee. Op. Goed zo. Sorry hoor, jullie kunnen het misschien niet goed zien, maar ze kan een beetje opzitten nu. Kijk, zo gaat het dus als Noah bij mijn ouders is. Mijn katten zijn in de kelder dan. En Noah zit altijd met haar hasjes te kijken waar ze blijven. Zo, gedoucht en nu ga ik Noah dus even uitlaten. Ik zie er echt niet uit. Ik heb zo'n paarse regels aan, een hele oude. Ik heb een hele maffe snowboots van mijn moeder. Nou ja, goed, het boeit mij dus echt geen bal. Met zijn, met zijn waza, knekkenbrood.
Zo, ik ga hem even opmaken. Het is 4:15. Want ik ga zo meteen met mijn moeder mee. Die moet toevallig de kant op waar Renate woont. Die zet mij even af. En ik ga hem even opmaken, jurk aantrekken. En mijn haar doe ik denk even bij Renate. Want het waait zo hard dat het niet zoveel zin heeft om het nu te doen. Maar eens even tanden poetsen. Tanden poetsen met links lukt mij echt niet. Zo, hier is de opmaakpop. Het ziet er waarschijnlijk echt 100 keer anders uit dan dit. Zelfs als ik vrij ben, moet ik me nog haasten. Hoe kan het toch altijd? Dus ik pak mijn jurk maar even in, neem mijn steltuig maar even mee en de rest doe ik maar bij mijn zus. Ik zit achterin bij mijn moeder, want we gaan richting mijn zus en ze haalt nu nog even iemand op. Maar het was weer net mis, hè? Maar... Ja, het was goed dat jij erbij zat. Ik heb altijd al de tweede keer dit, dat ik dan bij mijn moeder in de auto zit en dan gebeurt er iets en dan moet ik al zeggen, mam, remmen! Nou, gelukkig het liep goed af, maar het was wel eventjes... Nou, het was gewoon net mis. Dit is mijn vieze zus. Dag. Mm. Hallo, is dit Serim? Hallo. Hè, lieve Serim, hè? Jullie hebben veel dieren gezien in de vlog van vandaag. Ze is de kat van mijn zus. Zo, lekker even een bakje munthee gehad voor Renaat. Poesje in het raam. Ik heb bijna geen zin om weg te gaan met het weer. Heerlijk. Muziekje erbij. Ik vind dat mijn zus altijd zo'n ontzettend leuk, gezellig huis heeft. Zoals die krukjes of die tafeltjes vind ik heel leuk. En die stoel. En dit allemaal. Echt een superleuk huis. En dan willen ze weer gaan verhuizen. Snap je toch niet? Jullie zien Jorik nooit op de vlog natuurlijk, omdat hij dat niet wil. Dus dan maar zo. Kun je toch maar even zien hoe lief hij is. Hij volgt mij en Willemijn op YouTube, zegt hij. Bam, open ik op YouTube. Mooie vrouwtje op de frontpage. Wat een schat, hè. Dit is trouwens Renate, haar mulberry. Ik heb zeg maar hetzelfde model. Maar deze is echt mooi die ze gekocht heeft. Met leeuwenkopjes en hartjes. Ik kocht ze in Londen, echt prachtig. En haar initialen staan er ook op. Die kon ze zo laten maken. Echt een hele mooie tas. Zo, dit trek ik aan vandaag. Ik heb mijn steltang met de haar gedaan. Ja, het gaat nu al goed, zonder drank. Ik bedoel mijn haar met steltang gedaan. Ik trek mijn jurkje aan van Vanilla. Sommigen dachten dat dit een shirt was, maar het is een jurkje. Met twee van die zakken hier aan de voorkant. Mijn mini mulberry neem ik mee, die ik eigenlijk behoorlijk vaak al gebruik, merk ik. En ik trek mijn nieuwe schoenen aan, die kocht ik in Kroatië, bij de Zara. Dus die zijn daar nu te koop, maar op een of andere manier vind ik hier nooit wat in de Zara in Nederland. En blijkbaar in Kroatië wel. En is Renaat, dit is allemaal even lekker op te tutten, hè? Lekker. Wat ben je allemaal aan het tutten, zus? Ik ben aan het tutten met mijn nieuwe baked blush. Ja, kijk, van Kiks, hè? Ik kan zelf niks verzinnen, dus ik koop altijd alles wat jij koopt. Nou, dat is daden. Dat is niet waar. Hoewel, wacht even. Hoewel, kijk, als je hierin kijkt. Renate, net als ik, echt zo'n, en Willemijn trouwens ook, echt zo'n Vanilla-fan geworden. Dit jurkje, ik wist nog goed dat Willemijn deze ook heel graag wilde. Want die binnen no time was die uitverkocht, ja. Hè, die wit-blauwe. Echt niet normaal. Komt het dankzij jullie of zo dat het nu allemaal uitverkocht is? Dat dachten we laatst nog. Dat wij natuurlijk best vaak aan hebben. Dacht ik misschien dat er wel heel veel dames opeens dan door onze blog nu zijn gekopen. Balen. Want daar is alles elke keer uitverkocht. Dit jurkje heeft inderdaad nog gekocht. Vond ik ook erg leuk, die denim. Deze hebben wij samen hetzelfde. Die vonden toen alles weer heel leuk, die super trash. Heb je wel eens al aangehad trouwens of niet, ja, die super trash? Ja. Ja, hè? Lekker niet. En is het shirtje heeft ze ook nog. Nou, volgens mij is er nog wel veel meer van Vanilla. Dus ja, op een gegeven moment krijg je dat, hè. Als je eenmaal zeg maar één leuk item hebt, dan blijf je maar kopen. Want ik heb ook altijd zin om elke maand om het loon weer heb om eigenlijk wel eventjes langs te gaan. En dit heeft Rachel McAdams aan. Ja, dat zeggen jullie altijd over een haten. Nee, dus. Kijk, ik heb ook een Vanilla jurkje aan. Tadada. Ik vind de achterkant ook erg leuk met dat sportieve. Ja, ja. Lage ja, dat lage hals. Erg leuk. Dus we gaan altijd in kobaltblauw. En wat voor schoenen heb je aan? Ja, zwarte pumps. Deze voor zijn voor uitgaan. Oh, ze zijn voor uitgaan. Oh, je gaat zwarte pumps aan doen. Ja. Ah, ah. This is the lifestyle of two women. Two. Hier zit zelfs drop in, die twee kleine zwarte blokjes. Ah, lekker! Oeh! En? Hoe is het ertoe? Lekker, hè? Is al het vijfde wijntje wat ik op heb, dus sorry als ik een beetje rakeling. Zo, tijd voor het toetje. Het duurde best wel lang, we hebben zoveel dingen op.
Maar het ziet er heerlijk uit. Dingen met karamel, aardbeienijs en meloen en grapefruit, rood fruit. Het is echt een super lekkere... super lekkere witte wijn. Van deze leuke dingetjes. Kijk. Tussen de mensen. Dus ik ga ervan genieten. Zo, het is nu 2:00 s'nachts volgens mij. Ja. En ik ben net terug van Luren met Renaat. Ik praat een beetje zachtjes vanwege mijn ouders. Maar ik lig hier gezellig met Noah. Op mijn kamertje. Dit was de dag van vandaag. Ik heb niet heel veel gedaan. Ik was al wat laten bakken. Maar Renaat en ik hebben gewoon van 7 tot 1 uur, half 1, 1 uur bij Allure gezeten. Een restaurant in Rotterdam. Ik ga er een uitgebreid verslag over schrijven op Two Women. Maar je kon al zien wat voor leuke gerechtsvelden. Heel mooi opgediend. Het was echt heel erg chic. En het was echt ontzettend leuk. Ik zal eerlijk toegeven. Hè, dat zie je natuurlijk al lang. Ik heb echt een beetje te veel wijn op. Ik heb echt... Nou, ik ben het al eerlijk gezegd een beetje kwijtgeraakt. Maar nummertje 4. Ik heb denk ik echt 8 à 9 wijn op of zo. Verschillende wijntjes. En het was heel lekker. Maar wel, als ik eerlijk ben, een beetje te veel. Ik drink natuurlijk niet zo heel vaak. Zoals je dan bezig gaat drinken. En ik kan er redelijk goed tegen. Ik denk dat ik morgen ook verder heb. Ik morgen ook nergens last van. En we wilden eerst nog uitgaan naar Rotterdam. Maar eigenlijk, ja, ik had al best wel veel op. En mijn zus ook. En we waren het best wel moe. We hadden echt van 7 tot... Half 1 gedineerd of zo. Half 1 gewoon, hè. Dan denk je, jemig, hoe laat moet dat keukenpersoneel wel gewoon niet daar weggaan. Echt niet normaal. Ik wilde nog een drankje doen in Blender Rotterdam. En dat had me heel leuk geleken om even ergens te gaan dansen. Maar het zomerfestival was afgelast wegen code rood, wegen het weer en zo. En ja, het leek, mijn zwager zei dat het niet zo heel erg handig was om uit te gaan. Dus daar vertrouw ik dan maar ook op. Volgende keer gaan we een keertje uit. Misschien heb ik dan een vlogcamera mee. Ik weet het niet zo goed. Maar in ieder geval heel erg bedankt voor het kijken. Leuk dat je er eventjes meekeek in een random dagje bij mijn ouders. Duimpje omhoog als je een leuke video vond. Abonneer eventjes als je niks wil missen op The Women. En tot de volgende keer. Ik ga snel slapen. En Noah ook. Doei! This is the life.